Maatschappij 2, hoofdstuk 5. Politiek. Het parlement beslist. De Nederlandse democratie. Nog even het schema van de Nederlandse democratie. Onderaan staat altijd de bevolking. De mensen die kiesrecht hebben. Zij mogen kiezen op de volksvertegenwoordigers. Dat is de gemeenteraad, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer. De Eerste Kamer wordt indirect gekozen. Die wordt dus gekozen door provinciale staten. Dus van het parlement kiezen wij alleen direct de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wordt indirect gekozen. Uit die verkiezingen wordt een dagelijks bestuur geformeerd. En voor Nederland noemen we dat dan de regering. Als je het hebt over koningin en ministers, dan heb je het over de ministers en staatssecretarissen, noemen we dat het kabinet. Wat zijn de taken van ons parlement? De twee belangrijkste taken zijn controle van ministers en medewetgeving of wetgeving. De wetgevende taak. De Tweede Kamer heeft een aantal rechten om deze taak goed uit te voeren. Het gaat dan om het recht van initiatief, het recht van amendement en het stemrecht als het gaat om wetsontwerpen. Het recht van initiatief betekent dat de Kamerlid zelf met een wetsvoorstel mag komen. Het recht van amendement betekent dat een Kamerlid met voorstellen voor wijzigingen in een wet mag komen. De controlerende taak. Over deze taak heeft de Kamer een aantal bevoegdheden. Het recht van motie. Motie is eigenlijk een verzoek aan een minister om iets niet te doen of iets juist, of juist iets wel te doen of om op te stappen. Het budgetrecht. Het recht om een parlementaire enquête aan te vragen, om een grondig onderzoek in te stellen naar hoe dingen zijn gegaan. Het recht van interpellatie betekent dat een minister ter verantwoording wordt geroepen door de Tweede Kamer. En het recht om vragen te stellen.